De groeten uit Assendorp. De groeten. De groeten. Ja, de groeten uit Assendorp. S'avonds laat kwam ik thuis en stond het hier vol fietsen. Auto hier, dus ik moest zo er omheen lopen. Komt er een auto uit de Zandestraat, die rijdt mij omver. Ja, toch? In donker. Die ziet mij niet zo gauw. Dus nou, ik denk, dat heb ik toch... En ik had ze gewaarschuwd, heb ik de banden leeg laten lopen. Pssst, ging het. Toen het gebeurde, ik zei, nou, dat zie je morgen wel. Dag! En ik naar huis. Toen is het nooit meer gebeurd. En de politie weet daarvan. Maar ik waarschuw altijd van tevoren. En de groeten uit Assendorp. Kom binnen, me. Dag, mevrouw. Ik heb het over deze mevrouw. Ja. Eind van de middag, daar komt de sneeuw. Ja, denk ik. Zo, wat gaat hozen, hè, buiten? Ik hoor nou niet meer. Hoe is het weer buiten? Tikkie erbij. Wat? Ik ga het even proberen. Kom, goed hoor. Gaat goed? Ja, goed zo. Goed zo? Ja. Kom maar binnen. Helemaal naar boven. Helemaal naar boven? Ja. Oké. Ik was hier in Nederland 2 jaar geleden. In Zwolle heb ik een zanger ontmoet. En hij vond dat ik echt een talent had en hij wou met mij werken. Die docenten die ik in Noorwegen had, waren niet zo goed. En hij kon me echt super goed dingen leren. En via school ben ik dan in Assendorp geland. Ja. Nou, heel veel plezier ermee. Dank je wel. En tot de volgende keer. Ja. Doeg. Doei. Wie kopen nou nog van die oude LP's? Dat is toch hartstikke ouderwets. We zijn laatst bij mensen geweest en een spiksplinternieuw pick-up gekocht. CD gaat er weer uit, want dit is het mooiste. Dit is het helemaal. Dus het komt weer terug, hoor. Maak je geen zorgen aan, het komt weer terug. Ik verbaas me er soms over wat we binnenkrijgen. Het is de meest gekke dingen kom je tegen. Nieuwe kleding, merkkleding, kleding te goor om aan te pakken. En ja, alles wat er overblijft, dat komt hier terecht. Ik ben Jordi de Vries en ik ben een modeontwerper. Ik werk op het moment part-time bij Harry's Kringloophal, het bedrijf van mijn ouders. De rest van mijn tijd breng ik hierdoor, in mijn domein. Hey, hoe is het? Ja, goed met jou. Goed. Wat ben je aan het doen? Het moet iets nieuws worden. Jasje, ja. Met overdreven revers. Ik ben een fan van bont. In alle soorten kleuren, materialen, noem maar op. Nou, dit kan dus echt niet meer, hè? Vervallen en uit de mode. Dus die gaat er tussenuit. Mam, kan die even wegdoen? Dan. Oh, oud fashion. Harry. Kun je nog herinneren? Ja. Plateauzolen aan. Ja.
Ik denk dat ik weet wat een vrouw wil dragen. Ik denk dat ik kan maken wat een vrouw wil. Het is een soort van Romeins idee. Nou, detail. Ja. Je hebt het verkeerd om aan. War es also gemeint, mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen. War es also gemeint, war es also gemeint. Het is heel veel handwerk. Gewoon draagbaar, maar toch in een ondraagbare vorm. Heb ik verstanden? Heb ik verstanden? En ja, het is gewoon allemaal heel romantisch, sprookjesachtig. Uiteindelijk is het mijn droom om in Parijs terecht te komen en dan daar een atelier te hebben en een soort van imperium op te bouwen. De groet is uit Assendorp. Ik zou veel meer als een dubbele moeten wedstrijden houden. Wie de schoonste straat heeft en de leukste straat. Nou, dan kan die straat dan winnen. Is toch leuk? Ja. Nou, je zou toch zien, die loopt zomaar los. Ik heb die hond hier nog nooit gezien. Hier, hier, kom, 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 kom hier, hier. Gaan we nog verder? Dat is de kip. Kip today. Ik eet geen kip, want ik ben vegetariër. Ik had een tong, 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 tong. Nou, dan komen we bij mijn bankje. Mijn bankje! Kijken of het nu droog is. Nou, ik ben al een tijdje bezig met een bushokje, want als dat bankje nat is, kan ik er niet op zitten. Ik krijg een natte gat, hè. Goed, in ieder geval, toen heb ik een brief in dichtvorm naar de gemeente geschreven. Was net Sinterklaas, tijdens het nou Sinterklaas kunt mij wel een bushokje. Want als kleuterjuf kent Sinterklaas mij heel goed. Dankzij de Zwarte Pieter wil vast wel een bushokje neerzetten. Toen kreeg ik dit in dichtvorm gestuurd naar meneer Veninga, toen kreeg ik dit terug. Beste mevrouw Zalm, u stuurde eind november een mooi gedicht. Dat geeft de zaak een opvallend gezicht. Een reactie op uw wens is onze plicht. Daarom krijgt u binnen 6 weken hierover een definitief bericht. Hopelijk bent u hiermee eerst voldoende geïnformeerd. We waren in ieder geval door uw gedicht zeer geïnspireerd. Een vriendelijke groet namens burgemeester en wethouders. Marijke Kool, hoofdafdeling Ruimte en Strategie. Nou, dus eigenlijk deelt u een man met de buurvrouw. Ja. Ja. Het is eigenlijk wel leuk om een man te delen. Met de buurvrouw. U ging hier wonen en toen was hij er al? Ja. Ja. Vond u dat niet een beetje raar? Nee hoor, vond ik helemaal niet erg. Ik vond je eens prettig. Nee, ik ben er wel aan gewend. En het is op zich een mooie man, alleen hij heeft een baard. En daar hou ik niet zo van. Maar hij is officieel grijs, hè? Maar ik had hem ook niet mogen sausen, maar hij is net zoals die in de kerk staat. Nee, als het vanavond gaat vriezen, wordt het hartstikke glad. Ja, ja. Auto rijden, dan moet je een beetje voorzichtig, toch? Ja. Ik vind het wel lekker hoor, die sneeuw. Ja. Nou, het ligt gelukkig nog niet zoveel. Het drijft natuurlijk hier binnenkwam. Maar goed. Ja.
Ik begeleid alles wat gezongen wordt, begeleid ik. Dat doe ik hier al zolang als ik hier woon. En dat is een, zeg maar 25 jaar. Dus even inspelen. Maar ik benut natuurlijk lang niet alle registers vanwege de kleine setting. Maar als alles losgaat, dan bijvoorbeeld, even kijken. Ik heb eigenlijk nooit een optreden in Assendorp gehad, maar ik wil het wel graag. Gewoon op een zondag of zo, in de tent even wat zingen of zo. Zou leuk zijn. Ja, met mooi weer. Ja. De meeste mensen die staan op het plein naar de muziek te luisteren, maar zo gauw de muziek is afgelopen, dan komen ze hier binnen en dan krijgen ze ook honger. En dan bestellen ze ook pannenkoeken en dan krijgen we druk. Ze worden ook op de ouderwetse manier gebakken door een ouderwetse man. Pardon? Wat bedoel je nou? Ik denk er nooit bij over na, weet je. Doe dat gewoon in de pan en komt het goed, dan komt het goed. Komt het niet goed, dan gaat er weer de prullenbak in. Dat gebeurt wel een keer. Een kaasje? Ja. Voor jou? Ja. Oh, oh. Ja, vroeger schreef ik altijd met stroop op wie ik verliefd was, op mijn pannenkoek. En dan deed ik heel gauw daarna zo, dat niemand het dan had gezien. Groetjes uit Assendorp. De groeten uit Assendorp. Groeten uit Assendorp. Dank u. De groeten uit Assendorp. En de groeten uit Assendorp. Is dit een goed bezochte dienst? Nee, het is niet goed. Dat is ook meer een huisdienst. Dat is maar voor de mensen in het klooster en voor degene die... het is wel eens openbaar, maar het wordt niet druk bezocht. Het is meer voor ja, een huisdienst voor de mensen in en rond het klooster. Ja. Dit bord is dan het draaiboek? Ja, om mensen aan te geven, die hebben een liederenmap. En dan kunnen ze zien welke liederen er vandaag gezongen worden. Dat iedereen wel hetzelfde inzet. Alsjeblieft wel. Het zou wel handig zijn. Het leven hier gaat niet over roos hoor, mensen. Maar voor de rest is het hier wel. Nou ja, buiten dan niet over. Zo. En nu eruit! Okay. Nou, ik ben al een tijdje bezig met een bushokje, want als dat bankje nat is, kan ik er niet op zitten. Toen heb ik een brief in dichtvorm naar de gemeente geschreven. En dan kreeg ik antwoord op precies op mijn verjaardag dat het bushokje niet doorgaat. Want omwonenden, allemaal jonge mensen, die willen dan geen bushokje hier. Want het is zo lastig, hè? De bomen moeten weg, er staat maar één boom. Als je hier een bushokje zet, zo hiernaast zo, die boom kan dan zo hier zo. Dan toch, een paar struikjes weg, klaar toch? De leidingen in de grond enzovoort. Overal liggen de leidingen. Dus geen bushokje. De gemeente is goed in smoesen. Huppelakee. Ik speel voor u de bushalte blues.
Wij zien constant mensen voor onze deur. En als je straks een bushokje zou hebben omdat één iemand dat vraagt, dan betekent het wel dat er andere mensen ook nadeel van ondervinden. Ik spreek namens vele ouderen. Wij kunnen niet staan als het bankje nat is. Toen heb ik gevraagd, als je dat bushokje, dat bankje nou lakken, kan je het afnemen. Ja. Nu trekt het dat erin. Ze zouden het lakken, hebben het niet gedaan. Kijk, je neemt een doekje mee, hup, ze keet iets droog, dan kan je zitten, toch? Goed. Dan hebben we het over het lakken van een bankje en niet over een bushalterhokje. Maar er staan nu genoeg mensen bij die bushalte. En als er dan ook nog een bushalterhokje zou komen, dan is het wel zo dat die mensen echt constant bij ons naar binnen staan te kijken. Wij zien constant mensen voor onze deur. En je kijkt echt regelrecht bij ons naar binnen. Ja, dan kijken mensen ons zo in de ogen. De groeten uit Assendorp. Ik ben Johanna en dit is een echte komediefilm. Echt iets om rare dingen wat je ziet om te lachen. Dan haalt hij streken uit. Maar ja, dan zie je het is net Tommy Cooper. Je blijft zitten, je lacht gewoon. En voor de rest, ja, het komt langzaam op gang, zeggen ze wel eens. Maar ja, dat gaat ook wel zeg maar met korte rokjes of zo. Dus niet voor alle leeftijden zou ik het niet doen. Voor de hele jonge kinderen niet. De ouderen en de naastgelegen buren stellen voor, lak het bankje, dan is iedereen blij. Dat heb ik ook gevraagd aan de gemeente, maar daar hebben ze lak aan, want ze hebben toch steeds niet gelakt.